Rijka die is bang omdat de buurman aan het boren is en aan het timmeren is. Ik weet niet of jullie het meekrijgen. Goedemiddag lieve vrienden, sorry dat ik nu pas weer binnenval, maar welkom bij een nieuwe vlog. En er wordt niet veel gevlogd, er moet toch wat schreeuwen hier. Het is 2 april, 14:56. Kan nog wel naar buiten. Rijka die is bang, omdat de buurman aan het boren is en aan het timmeren is. Ik weet niet of jullie het meekrijgen, maar dat gebeurt de hele dag. Dus ik ga even eruit. Mijn hoofd staat ook op springen. Wil je niet weten. Door de herrie. Maar ja, wat hij te boren heeft, ik weet niet. En waarom al zo lang, weet ik ook niet. Maar het doet er niet toe. Ik zal dus even het een en ander even doen. En dan gaan wij even lopen. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, een fijne middag verder. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Wat wil je nou? Je moet binnen blijven worden gezegd, maar met die herrie ga ik niet binnen blijven. Nee, dat vergt mij een beetje te veel van het goede. Dus Rijke die zit al van pure angst hier in het hoekje onder de stoel van de eethoek. Dus ja, weet je het wel, deze is spannend benauwd. Het is voor haar kwartier dat er zo'n soort geluiden hoort. Moet ze aan wennen. Maar om me nou op een hele dag erin te moeten zitten, hoeft voor mij ook niet. Nee toch? Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. En ik kom straks wel weer retour als het rustig is. Ja toch? Ik zou zeggen tot dan. Doei. Ja, hallo lieve vrienden. Een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag 3 april. En we leven om 1:50. Ja. Ik zal jullie wat vertellen. Want gisteren heb ik maar 1 keer gefilmd. Dus die komt bij deze draag vastgeplakt, of tenminste dit komt bij van gisteren geplakt, ja. Want 1 filmpje is maar 1 filmpje, ja, dat is niet zoveel. Maar ik heb wel weer wat gevonden, ja. Ik had toch 2 GoPro's. En ik was er eentje kwijt. Ik had hem opgeborgen, gewoon voor het grijpen. Niet open en zichtelijk. Maar hij lag in mijn bovenste laag van mijn kast. Nog in het huisje, zelfs voor bescherming. Maar ik heb hem weer, dus ja. Dan kan Karin ook even naar kijken om hem goed in te stellen. Hoe dat moet. En dan zullen we het beleven. Ja, dan heb ik er weer 2. Kijk, afwisselen. Ja, dan als ze dan allebei goed werken. En de nummertje 1 die doet het goed, maar nou nummertje 2 nog. En dat hij ook in die nieuwe videopad kan, dat hij daarin past. Ben ik helemaal tevreden. En dan, als ik on tour ga, een lange rit ga maken. Nou, dan red je niet met 1 GoPro, want dan is die batterij leeg. Dan heb ik nummertje 2 bij me. Ja, en dan... ik weet ook niet of ik het onderweg op kan laden of zo. Dat weet ik allemaal niet. Ik heb wel attributen om een telefoon op te laden. Maar of ik daar ook mee kan, Joost mag het weten. Maar dat merken we wel. Ja, dat zoek ik wel eens een keertje uit. Maar ik ben blij dat ik hem weer gevonden heb. Ja, en ik moet zo meteen even met Rijka wandelen. En daarna moet ik met mijn booster even de hart op. Want ik moet voor een ander even zien of de Vibra open is. En daar moet ik wol halen, want die haakt. Nou, dat is niemand anders dan... Mary Hokken. Kijk, het zal het gebeuren. Dus daar moest ik even naar kijken. Dat is weer Mary Hokken en die heeft gebeld. En ze zit, ik heb alle kleuren behalve kanariegeel. Nou ja, oké, dan gaan we even voor kanariegeel kijken. En überhaupt of de winkel wel open is. Ja, want dat weet ik dus helaas niet.
En ik moest voor mezelf weg, want ik heb amper een oog dicht gedaan vannacht door die dame daar die in de vensterbank staat. Ik ben vannacht met haar uit geweest. Ik heb alles gedaan wat ze moest doen. En verdikke me. Toch nog weer. En vannacht ben ik ook nog een paar keer eruit geweest. In de tuin gelaten. Daar heeft ze ook weer het een en ander gedaan. En nou kwam ik vanochtend beneden, lag er wat daarop. Nou, moet ik nieuwe halen. En ik weet dat Big Bazaar open is. En dat ik sowieso daar terecht kan om het te halen. En dan wordt het nou met roze ondergrond. Nou, het is ook een meisje. Dus, want blauw lag er ook niet. Was er van de week in mijn zo. Maar oké. Okay. Dan zullen we even kijken of ik nieuwe kan bemachtigen. En dan zien we wel weer. Ja toch? Ja. Maar ik wens jullie ook natuurlijk weer een welkom bij een nieuwe vlog. En het is hier ook vreemd weer. Daar is het blauw. Met bewolking. En helder. Daar is het skier en bewolkt. Daar moet je je ogen dichtknijpen. Dus ja. Wat is wel sowieso een zonnebril op mijn neus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. Ga ik ook doen. En ja, ik... Nee, de koper is nog niet leeg. Nee, ik kan geen koper meenemen. Nee, dat gaat niet. Ik neem deze gewoon mee. Ja. Wie weet, leuk. Ja, als ik bij Mary, als ik al aan Canarie Geel kan komen, dan breng ik het ook naar Mary toe. Nou, dan film ik dat even, hè. En, ben je er blij mee? Ja, toch? En hoe gaat het met je? Even op afstand, weet je wel? Nou, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik hoop dat het allemaal lukt. En dan zien we het wel weer. En ja, gewoon doorgaan met die banaan. Had ik jullie... Oh nee, heb ik jullie ook nog niet verteld. Ik had een leuke kaart gekregen van Corrie. Ja, uit Lisse. Een speciale kaart. Die had ze speciaal voor mij uitgezocht. Niet dat ik er blijk hoor. Die olifant met een jochie eronder. Ze wil daarmee zeggen dat ze mij zo sterk vindt als een olifant. Dat ik me er goed doorheen sla alles. Nou, hoe lief is dat? Is dat mooi? Ja, daar ben ik zo gelukkig mee. Zo lief. Ja, en ze had ook Jan van Dam een kaart gestuurd. En ja, hartstikke lief toch? Ja, dat doe je goed. En nou ja, ik heb Jan ook aan de telefoon gehad. Ik heb ook Corrie dus aan de telefoon gehad. Ik heb meerdere weer aan de telefoon gehad. Dus ja, ik kom maar mezelf, zo wordt niet meer toe. Ja, en je gaat dat niet vloggen als je gaat bellen. Nee, dat vind ik niet leuk. Nee, dat vind ik echt niet leuk om dat te doen. Want er wordt ook dingen besproken wat een ander in niet aangaat. En dat op de film, noppenjendo. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en we zien elkaar straks. Doei! Nou, mijn haar zit een klein beetje door de war, maar dat komt niet door de wind, maar door mijn capuchon. Die moest ik op een gegeven moment op, want het begon te regenen en toen begon het te hagelen. Niet leuk, nee. En nou is het droog, want de zon die komt er weer doorheen. Ja, en ik zou ook gelijk even een beetje proberen te pokémonnen. Ja, dat ging nou ook niet, want die telefoon mag niet nat worden, nee. Ze kunnen wel tegen een druppeltje, maar niet tegen een hele regenbui en hagelbui. Dus ja, ik kan er niks aan doen. En Rijker, oh, die ziet er ook niet uit, die hier zeggen. Alles staat omhoog. No. Het is koud, meis. Ik zag even rillen. Ja, ik moest de vloer schoonmaken, mijn rollator is al drijf nat. Hé, hey, jij bent nat in meisje, opa, hè. Oh, goeie. Mijn jurk is nat, maar ja, dat droogt heel snel, dat stof. Maar, ja, je kan het wel zien, maar... Ik weet niet of jullie dat zien. Ik zie het zelf wel. Maar... Kijk, hier is het donker. Dat is nat. En hier is het weer licht. Dat is droog. Nou, hier nog een nat vlekje. Ja, nou, het is gewoon niet lekker meer hoor, als je zo nat wordt. Bah. Maar die is ook drijfnat, hoopie doopie. Nou ja, maar die droogt vanzelf alweer op. Die doet dat allemaal zelf wel.
En mijn jurk wordt ook wel droog. Mijn jas is drijfnat. Dus die heb ik weer wagenwijd uitgehangen. Maar ik moet er toch straks weer doorheen. Maar ik ga eerst even... Ja, wat moet ik even eerst doen? Ik wou eigenlijk koffie, maar dan wordt het alleen maar weer later op, weet je. Nou ja, we zullen... Ik zal even puzzelen. Ja, hoe ik het allemaal moet hebben. Even kijken, ik moet ook naar de DK, moet ik ook naartoe. Maar ik moet eerst naar de Vibra, kijken of daar die wol is. En jullie zouden mee. Dus ja, ik ga jullie inpakken, dat sowieso. Ja? Oké. Okay. Gratis!